SV Urk verloor dit paas-weekeinde twee keer op rij en staat nu gedeeld laatste. Het bestuur hoopt met het ontslag van Potma en de komst van Henk Nieuwenhuis op het gewenste schokeffect. Wij hadden de indruk als bestuur dat we met nog 5 wedstrijden te gaan, dat er wat gebeuren moest en dat we op deze manier doorploeteren, dat niet goed uit zou komen. We hebben in zijn aanpak op dit moment, denken we dat Jan Potma geen grip meer op de groep heeft. Dus dat is, noem het gebrek aan vertrouwen. Ja, ik denk dat het zo is. Dat we denken dat hij die spelers niet meer motiveren kan. Ik ben eigenlijk heel verbaasd en zeker teleurgesteld. Ik heb vanuit de spelersgroep de tweede helft van de competitie ook negatieve berichtgeving ontvangen. 5 wedstrijden voor het einde van de competitie krijgt Potma dus zijn ontslag. Dat lijkt een vreemde timing. Dat we nu aan de late kant zijn, dat vind ik ook. Dat is ook zo. Alleen 5 wedstrijden. We moeten ook nog tegen de concurrentie onderin. Dus het kunnen 15 punten opleveren. En dan hebben we punten plenty. Henk Nieuwenhuis, de oud-trainer van Urk, neemt dus de laatste wedstrijden de honneurs waar. Zijn assistent wordt Klaas Tol. Klaas Wakker stapte uit solidariteit met Jan Potma op als assistent.